Ze werden totaal verrast. Vluchten was niet meer mogelijk. De enorme bosbranden in de buurt van Athene hebben aan al meer dan 70 mensen het leven gekost. En waarschijnlijk loopt dat aantal verder op. Reddingswerkers verwachten namelijk dat ze in de honderden afgebrande huizen nog meer slachtoffers zullen vinden. In het gebied aan de Griekse kust is de noodtoestand afgekondigd. Griekenland krijgt inmiddels van diverse landen hulp bij het bestrijden van de bosbranden. Straten vol uitgebrande auto's, soms met de bestuurders er nog in. Gisteravond rond etenstijd slaat de paniek toe. Het dorpje Matti, zo'n 30 kilometer ten oosten van Athene, wordt overvallen door een bosbrand. Mensen kunnen geen kant op en vluchten naar de zee. Die fotja εμφανίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Καταρχήν ο αέρας ήταν απερίγραπτος. Πίσω από μένα, όταν έβγαινα στη Μαραθώνος, αυτός που ερχόταν δεν πρόθεσε, τον πήρε η φωτιά και τον έλειωσε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι τυφλόγες μας κυνηγούσαν μέχρι και τη θάλασσα. Μας έκανε την πλάτη και μου το είχαν μέσα. Σαν τα μελίσια είμαστε μέσα στη θάλασσα όλοι. Ένας τον άλλον. Αυτό ήταν. Niet iedereen bereikt het water. Op een klif worden 26 lichamen gevonden. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen. Που ενδεχομένως να είναι φίλοι ή συγγενείς ή οικογένειες και να προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Ze waren op maar 15 meter van de zee. Honderden anderen worden daar opgepikt door bootjes. Έχουμε χώρο εκεί να φύγουνε. Maar voor sommigen komt de hulp te laat. Αυτό που με στεναχωρεί και θα το φέρω μέσα στην καρδιά μου είναι ότι είναι τρομερό να βλέπεις δίπλα σου τον άλλον να πνίγεται και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Δεν μπορείς. Αυτό ήταν το μόνο τραγικό. De Griekse premier Tsipras heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Ja, we gaan naar onze correspondent Olaf Koens. Hij is zojuist aangekomen in het gebied. Olaf, hoe is de situatie daar nu? Zijn de branden al onder controle? Nou, Mil, hier waar ik ben, je ziet het, het is zwart geblakerd. Hier woekert het vuur niet meer. Op andere plekken rondom Athene is dat nog wel het geval. Daar zijn honderden brandweermannen bezig dat vuur onder controle te krijgen. Die worden ook geholpen door andere Europese brandweerploegen. Hier is het kalm en rustig nu. Er worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Auto's worden weggehaald. Je ruikt hier een hele vreemde geur. Die brandgeur zie je overal. En er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Dat gebeurt vooral op social media. Mensen plaatsen berichten om te kijken waar hun vrienden, hun familie, waar ze terechtgekomen zijn, waar ze ze terug kunnen vinden. Er zijn ook vrijwilligers hier bezig naar die mensen te zoeken. Er wordt nog lang naar ze gezocht, want behalve die 47 mensen die om het leven zijn gekomen, zijn er ook nog altijd tientallen mensen vermist. Ja, het dodental is inmiddels naar boven bijgesteld, Olaf. Naar boven de 70 inmiddels, hebben wij begrepen. Olaf, is ook al duidelijk hoe de branden zijn ontstaan? Nee, Antoine, daar is nog onduidelijkheid over. Het is natuurlijk warm, het is zomer. We zijn in Griekenland, er zijn hier vaker bosbranden. Maar het vreemde is dat deze branden op meerdere plekken bijna tegelijkertijd zijn ontstaan. Dus de politie sluit brandstichting absoluut niet uit. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het moet duidelijk worden hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. Ja, en hier ondertussen, je ziet de verwoesting en de enorme schade die het heeft aangericht. Je ziet het niet, maar hier 20, 30 meter verderop is het strand, is de zee. En toch hebben heel veel mensen zich hier niet in veiligheid kunnen brengen. Oké, Olaf Koens, dankjewel voor nu.